Welkom hier vanuit de studio bij een nieuwe dinsdagtip. Vandaag doen wij een review van een item dat zo vaak is aangevraagd. Echt iedereen in de reacties, wij willen dit, waarom is dit er niet? Dus daarom, vandaag op Banjotown. De enige echte gepatenteerde IKEA Let's Trip. Yay! De dinsdagtip. Let's strip. Op YouTube doen die vrouwen toch een hele mooie unboxings. Marno, rustig. Rustig, één voor één, alles uit het doosje halen en laten zien wat het is. Ah nee, dat gaan we niet doen. We gaan het wel doen. We gaan heel de tafel helemaal indelen met stukjes. Oké, we beginnen. Ja. Oké. Diode. Nederlands. Oké, ondertussen zeg ik tegen de kijkers, ik heb hier een zakje met allemaal rare dingen. Ik heb hier een hele lange kabel van iets, of als je weet wat het is. Wauw. Dit kan in het stopcontact. Dat weet ik dan weer wel. Ik quote vanuit de handleiding. Hier, kijk, mooi in Nederlands. Huh? Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat het product niet met het gewone huisafval mag worden aangeboden. Het product moet apart worden aangeboden bij de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Oh, wauw. Als je dit weg wil gooien, moet je gewoon weer terug naar de IKEA. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat ook echt hebben gedaan. Niemand. Als we dit ooit weg gaan gooien, deze, dan gaan we echt naar de IKEA. We waren dat boekje en we gaan naar de IKEA. En we flikkeren door eruit. Hier heb je spul terug. Oké, hoe werkt dit? Het is echt een soort knutselkit. Ik voel me weer een kind. Ik moet zeggen, voor mijn gevoel ben ik al redelijk ver. Dus. Ondertussen voor de mensen die het wat boeit. Made in China. 36 keer. Dat is toch wel fijn dat je weet dat die allemaal kleine Chinese kinderhartjes aan hebben gezeten. Ja, dus dat de moet je hier ruik. Dit ruikt naar China. Dit zijn van die stokjes waarmee ze eten gewoon. Alleen dan hebben wij niet zomaar eetstokjes, wij hebben led eetstokjes. Die licht geven, wauw. Kan jij dit? Ik kan niet eten. Kun jij dat eten met stokjes? Nee. Nee. En dit moeten we ook niet doen met ledstrips. Zet ze dingen nou maar in elkaar. Sorry, dat ik leef, dat ik adem, dat ik besta. Excuses aanvaard. Oké. We moeten dus meer van deze balkjes aan elkaar koppelen, dat is het idee volgens mij. Nee, we moeten ze allemaal hier. Dit is volgens mij. Kijk, en voor de duidelijkheid, voor de mensen thuis. Nee, ja. Ik heb hier een klein wit dingetje. Volgens mij is dit het middenpunt. Alle ledstripjes moeten we koppelen aan een wit kabeltje. En dat witte kabeltje kan in het middenpunt. Ja. Het middenpunt kunnen we vervolgens aansluiten met deze kabel. Zo doen we de kabel daarin. Hup. En dan kan je die kabel aansluiten op het stopcontact, wat dan vervolgens in de muur verdwijnt. Ja, dit hebben we allemaal zonder een boekje te lezen. Ik zit even te kijken hoe je dat... Enige rare is nu dit. Ik weet niet waarvoor dit is. Hoe heb je dit in elkaar geklikt? Echt een mysterie. Ik own je gewoon niet. Je moet een dingetje in een dingetje. Maar welk dingetje moet in welk dingetje? Oh man. Ja, dit wordt even lekker. Dit is een heel leuk moment voor jullie thuis. Wij zitten hier gewoon te knutselen. We zitten alles in elkaar te prikken. Ik heb er een. Het is gelukt. Nou, ik heb er toch eentje. Ze zitten in elkaar. Het is net gewoon een hele verlepte kerstboom, zeg maar. Overal draden en lichtjes. Deze moet hier, hebben we deze twee aan die kant. Ja. Okay. Deze twee aan die kant, leg jij ze daar neer? Zal ik hem in het stopcontact stoppen anders? Oké, dan inderdaad. Want... Voilà. Okay. Dus even voor de mensen thuis, wat we nu dus hebben. Oh, we hebben hier vier draden gekoppeld aan dit witte dingetje. En we hebben ze nog allemaal in de knoop, zie ik ook. Shit, we hebben die eerste touwtjes eruit. Okay. Ik ga hem erin stoppen nu. Het kan misschien exploderen, dus half weg bij je gezicht, zeg maar. Oh, serieus? Ja, ik vind misschien spat het in één keer uit elkaar. Wauw, je bouwt de spanning hier wel op voor mijn dinsdagtip. Oké, stopcontact. Ik dacht al, ze doen niks. Pat. Oh ja, we hebben licht. Oh shit. Oh cool. Nou, dit is het licht. Kijk. Oh, wacht even, dan kunnen we wel voor die camera. We hebben daar dus een tweede camera. Dan kan die, moet je hier berichten. En dan kunnen we dus gewoon. Het is nu blauw, maken we roze, rood. Kunnen we het zo laten. Zeg maar, als we voor de studio naar dit ding gewoon onder tafel hebben liggen, kun je gewoon live op het moment van de sfeer de kleur aanpassen. Dan kunnen we gewoon zo zitten voor jullie thuis en dan. Gewoon terwijl jullie kijken, dat... Oh, wow. Nou, wacht even, dan gaan we kijken in de set hoe het daar zou liggen. Oké, hoe wil je dit gaan indelen? Want we hebben heel veel snoer. Ja, true. En dat laten we gewoon anders het snoer hier achter ons flikkeren. Dan kijken we wel hoe het eruit ziet. Nou, dus, dit zijn de plasticjes. Die zijn het leukste eigenlijk. Daar kun je dit soort dingen mee doen. Nou, dit zou het moeten zijn.
Wil je ze op de grond leggen? Ja, we zouden hier aan de zijkant moeten komen, hè, zodat je een licht naar boven hebt. Nou is het een grote vraag. Zie je het van de voorkant? Ik ga kijken in de camera, Pep. Nee, daar niet. Wacht. Doen we gewoon deze. We gaan ervoor zorgen dat we het zien. Ja, maar dat maakt mij helemaal niet uit zolang we het niet of wel zien. Shit! Die lamp gaat gewoon ook uit. Alle lampen uit, zodat we het lampje zien. Dat we een gevoel hebben van effect. Ja, nou moet het er zijn hoor. Nee! Je ziet niks! Kom jij eens hier, Rick! Niks! Je ziet niks, ga jij eens daar staan. Ik zit in de discomode, dan kun je dat misschien wat beter zien. Dus, jongens, iedereen kent ze dus wel, de IKEA LED-strips. We zitten hier nu in het donker, dankzij die kutdingen, want die kutdingen die horen licht te geven. Daar verkopen we ze! Totaal niet fel genoeg. Nee, dus dit wat jij hier achter ons ziet zijn de IKEA LED-strips. Deze kosten 30 euro. En de studio is nu al compleet, dat duidelijk. Ja, dit is echt dat je zegt, oh, als jullie die IKEA LED-strips niet hadden op de achtergrond. Nee. Gelukkig dat jullie nu zo goed zichtbaar zijn. Ik doe het. Volgende week dinsdag zijn we er weer met een nieuwe. Dinsdag tip en dan van iets wat je misschien ook zou kopen. In plaats van een fucking lamp. Nee, dit zou je willen kopen. Ik zie zoveel hipster kinderen die bij de IKEA dit kopen. Maar volgende week een ander hebben dingetje. Geef een blauw duimpje hier beneden. Abonneer ook hier beneden. Tot volgende week.